Welkom bij Iedereen kan haken. We zijn nu zover dat we het vest gaan aan elkaar haken. Maar voordat we alles aan elkaar gaan haken, wil ik jullie even hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. En ook de duimpjes omhoog en abonneren. Dat helpt mij echt enorm om gemotiveerd te blijven en ook nieuwe dingen te bedenken. Maar we gaan nu beginnen met het aan elkaar haken en afwerken met stap 3 van het 123 vest. En je hebt dus nodig, ja, die ken je al, de luxury bol, die ja, daar heb je natuurlijk nog wel wat van over. En ik heb een nieuw bolletje gekocht bij Claire, een zilver glitter, omdat er ook een zilver glittertje in het garen van de luxury bol zit. Dus een zilver glittertje, hier ga ik een randje mee maken. En maar dat komt pas op het laatst in stap 3 hoor. We gaan eerst een hele rand maken om het vest heen met vaste. Helemaal, je zet nog niks aan elkaar. We gaan eerst met vaste beginnen. Je hebt natuurlijk nodig een schaartje, een stopnaaldje en haaknaald nummer 6. En dan gaan we beginnen. Je pakt draad, je pakt een lusje, dan steek je je haaknaald door. En dan leg ik eventjes dingen weg. En ik ben begonnen nu met het voorpand. Tenminste, we gaan beginnen. Je kijkt even wel of je de goede kant hebt. Kijk, dit is de verkeerde kant. En dit met dit mooie randje. Dit is dus de goede kant. En daarop gaan we beginnen met de goede kant. En we gaan hem helemaal in het rond vasthaken. Ik begin altijd graag in een hoek, maar je mag zelf weten waar je begint, maar het wordt het hele voorpand. Daar gaan we nu vast omheen haken. Dus je zet in, je haalt je draad op, je slaat om door 2, dan heb je al je eerste vaste te pakken. En door elke steek haal je weer je draad op en je maakt een vaste. Door elke steek, en die steken, ja, die heb je natuurlijk al aan de onderkant zitten, dus ik ga nu aan de hele onderrand, zeg maar, een nieuwe rand haken. En ik zie je op het eind van de onderrand weer terug en dan gaan we de hoeken om. Ik heb nu de onderrand van het vest omgehaakt met gewoon vaste. Kijk, het wordt heel mooi, gewoon één rand vaste. Dan heb je ook dadelijk een steek om ja, andere dingen aan te zetten. Maar in ieder geval, we zijn bijna bij de hoek. En als je zegt, ja, ik vind het lastig, maar je moet gewoon eventjes voelen waar die steek zit. Het is eigenlijk niet lastig, het wordt gewoon een mooi vest. Dit is de afwerking en we zijn nu bij de hoeken, en bij de hoeken zet je 2 steken in, want anders kom je de hoek natuurlijk niet rond. Kijk, en je bent hier natuurlijk aan die zijkant, hier zitten nog, hier waren 3 rijen vaste, dus hier zet je 2 steken in, 1 steek in de hoek en dan ga je naar de volgende. Daar zet je ook weer gewoon vaste in, en als het gaat trekken dan zet je nog een steekje extra in de hoek. En nu moet je even kijken, want nu ben je bij midden voor hier. Dit zijn die mossteken en nu ga je in elke opening een vaste zetten. Gewoon een opening is een vaste. Opening is een vaste. Opening is een vaste. Zie je, dat doe je gewoon heel losjes. Je vaste die neem je gewoon mee. En dan leg je het weer lekker voor je. En dan ga je weer in elke opening een vaste haken. En ook glijdt hij van de tafel, dus ik leg even alles voor me. En je houdt je haaknaald en je draad gewoon heel los. Zie je, in elke opening doe je een vaste. Het is moeilijk te zien hoor, als je het gewoon misschien het beeld af en toe stilzet of op langzamer. In elke opening een vaste. Dan krijg je een mooie rand. En dan gaan we verder hier tot de marker, want die laat ik er gewoon nog allemaal even in zitten. Want dan zie je toch weer waar die hoek zit. En dan gaan we, want komen we hier bij midden voor. Hier hebben we geminderd, weet je nog. En als ik hier ben, dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de rij vaste, bij midden voor, bij deze marker. En nu gaan we dus weer een hoekje om. Dus ik haal wel even de marker nu eruit. Kijk, dit was echt het punt waar de marker in zat. En we hebben hier nog een vast ingezet. En dan gaan we hier nog een vast inzetten. Maar hier, omdat we hier het hoekje omgaan, gaan we er 2 in zetten. Dus dan hebben we er 2. En dan kom je bij die blokjes waar je zeg maar midden voor hebt. En dan gaan we die een beetje opvullen met halve vaste. Dus je slaat om in die opening, zet je een halve vaste. En als dit weer een hoogpunt is, dan zetten we er weer een vaste in. Dus in die steek, daar zetten we een vaste in. En zo vul je die hoekjes van die middenvoorlijn op. Je ziet hier, dit is weer een gewone vaste. Dus dat wordt een vaste. En kom je in zo'n hoekje, dan wordt het weer omslaan en een halve vaste. En dan kom je weer op de bovenkant, daar zet je weer een vaste in. En dan ga je weer met een halve vaste weer die hoek in. En dan krijg je een betere halslijn. Dus je doet een vaste en je doet een halve vaste. Je doet een vaste en je doet een halve vaste. Ik wil even 2 lusjes hebben hier. Dan ga ik er gewoon in de opening. Zie je, dan krijg je een beetje een mooiere halslijn. Je moet dit een beetje bekijken hoor, hoe het bij jou zit. Kijk, dit is als je haaknaald gewoon zo gelijk legt, dan zie je dat hier nog de opening zit van het hoekje. En hier gaan we dus een halve vast inzetten. En hier gaan we nog een vaste inzetten. Dus omslaan hierin een halve vaste. Even opnieuw. Omslaan in de opening een halve vaste. En als je weer je haaknaald zo erop legt, dan moet deze lijn de haaknaald volgen. Zie je? En dan zie je hier weer de haaknaald. Dan zie je hier nog een opening. En dan doe je in deze opening nog een halve vaste. Om weer een mooie rechte lijn te krijgen. Dan weer een gewone vaste. En dan weer een halve vaste. Dan weer een gewone vaste. Dan weer een halve vaste. Dan weer, oh, insteken een gewone vaste. En dan weer een halve vaste. En dan hou je weer je haaknaald zo. Of dit een beetje recht loopt. Kijk, en dat krijg je door het op te vullen met halve vaste. Dus normaal pak je vaste, maar de openingen vul je met halve vaste. Dan zijn we nu weer hier aan de lijn waar we recht omhoog gaan. En daar gaan we weer gewoon vaste in maken. Elke opening een vaste. Elke opening een vaste. En dan heb ik hier wel een koord en die laat ik even, of een touwtje, die laat ik even zo hangen, want we gaan dadelijk de hoek om en die gaan we ook helemaal met vaste vastzetten of haar omheen haken. En op de hoek zet je altijd, hier heb ik er eentje net ingezet, twee, en dan laat je deze voor wat het is, want die gebruiken we straks om je werk aan elkaar te haken. Dus we hebben op de hoek twee vaste en dan ga je weer in elke steek een vaste. Dan zijn we weer bij de hoek, daar zetten we twee vaste, 1, 2, en dan zijn we weer aan de andere kant. Zie je hoe mooi dat toch wordt? En dit ook de middenvoorlijn, dit is dadelijk de schuine middenvoorlijn, die is heel mooi door een vaste, een halve vaste, een vaste, een halve vaste. En zo werk je het hele pand af. Ik heb er hier nu twee vaste in zitten. Nu pak je weer elke opening een vaste. En zo ga je het hele pand rond. Zeg je nou, ik krijg echt een bobbel, dan zet je er een halve vaste in om die lijn, zeg maar. Je houdt je haaknaald er langs. En als je dan, zeg maar, je ziet hier een opening, dan zet je daar een halve vaste in. Maar dit kan er gewoon elke keer met elke opening één vaste. Wel lekker losjes je draad houden. Je neemt hem gewoon mee. In elke opening een vaste. Kijk, hier zie ik gewoon, dit duurt iets te lang. Dus ik ga hier dan toch even één vaste bijzetten. Gewoon omdat ik anders te ver moet reiken met mijn haaknaald om weer een vaste te kunnen zetten. Maar op zich is het me gelukt elke keer in elke opening één vaste. En we zijn nu, even kijken waar we nu zijn, onderaan bij de armsgaten zijn we. En dan ga ik weer een vaste extra maken, hoor. Ik heb er nu twee hier en bij de marker hier zet ik er ook twee, zodat je zeker weet dat je de hoek om bent. Ik laat de markers er altijd even zo lang mogelijk nog in zitten, want dat is echt ja, nog steeds je houvast. Kijk, hier heb ik er nu één, maar dan zet ik er één extra bij, want anders haal ik de volgende opening niet. En bij de volgende marker, het liefst haak ik deze nu mee, want deze draad heb ik niet meer nodig. Ik zet wel even twee in bij de marker. En dan ga ik deze draad even mee haken, zodat ik die niet meer hoef af te werken dadelijk. Die leg je dan boven je werk. En dan haak je hem mee. Zie je? Dan heb je straks, kan je deze afknippen. Ik zal even afknippen. En zo ga je het hele pand afwerken. En als je klaar bent met het hele pand, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de vaste, van het voor- en achterpand. Alle randen hebben we gehad. Ja, ik heb hier nog twee draadjes en die leg ik dadelijk, ja, dan ga ik via de stopnaald. Dat kan niet anders. In het hoekje nog één. Even kijken, ik doe er nog één in het hoekje. En dan ga ik nu de schaar pakken knippen. En deze drie draadjes die ga ik gewoon met de stopnaald doen. Kijk, en dan zie ik hier gewoon die lusjes, daar ga je in. En dan ga je weer een ander lusje in. En zo neem je draad een beetje mee. En dan neem ik even mijn draad naar de andere kant. En dan kan ik hem afknippen. Dan nog een draadje. En die ga ik even via de achterkant wegwerken. En dan haal ik hem nog een keertje terug. En afknippen. Dan hebben we nog een draadje. Kijken hoor, hoe dat ik het beste kan doen. Ik haal hem even hierdoor. En die gaat ook via de achterkant. Deze. Die ga ik eentje hoger zetten. Kijk, want als ik nu twee keer afwerk in deze rij, dan wordt het te dik. En dan sla je deze weer over. En dan kan je nog een keertje terug. En je schaartje. En afknippen. En nu hebben we het hele voorpand met vasten gedaan, behalve natuurlijk middenvoor, daar hebben we nog een paar halve vasten bij gezet. Dus ik ga nu even alles recht leggen. En wel de goede kant natuurlijk. Een momentje. Kijk eens hoe mooi dit valt zo. Met zo'n mooie vaste rand. En als je dan hier bij de halslijn kijkt. Zie je, die loopt gewoon lekker nu door. Als je echt je haaknaald langs legt, dan loopt dit best mooi door. Dit gaan we nu ook met de mouwen doen. En dan zie ik je dadelijk weer terug. We zijn nu met het afwerken van de mouwen. Beginnen we. En ik heb de bol eraan gelaten, dus dat is makkelijk. Dan ga je gewoon verder met vasten. Dus je bent eigenlijk gestopt hier bovenaan aan de mouw. En dan ga je nu weer verder met vanaf de marker met vasten. Die ga je ook helemaal, we laten de marker eventjes erin zitten nog. We gaan de hele mouw met vaste afwerken, zodat we straks als we de mouw in het pand gaan maken, dat we daar een mooie rand met vaste hebben. Kijk, en ik kom nu aan bij een soort ronding en we gaan deze, want hier heb ik geminderd, deze gaan we, omdat dit een hoekje is, gaan we met een halve vaste in plaats van een vaste. En dan gaan we weer gewoon vaste erin zetten, behalve als we die hoekjes hebben waar we geminderd hebben. Ja, daar moet je gewoon een beetje de vloeiende lijn aan proberen te houden. Kijk, dan valt het mooier dadelijk. Hier ga je weer gewoon even kijken wat we hebben hier gedaan. Oh ja, hier hebben we die rij gehad dat we recht omhoog zijn gegaan, dus dit wordt gewoon alleen maar vaste. En alleen maar vaste in elke opening. En hier zijn we weer gaan minderen. Hier zet ik dan een halve vaste in. En dan weer gewoon een vaste. En hier hebben we geminderd, zet ik weer een halve vaste in. En dan weer gewoon een vaste. In de openingen. En op de hoek, daar zet je 2 vaste. En dan gaan we weer die zijkanten doen. Even de zijkanten van de mouw pakken. En daar pakken we weer in elke opening 1 vaste. Dus de hoeken 2, waar je geminderd hebt en er zit een echt zo'n hoekje in, daar zet je een halve vaste in, dan wordt het een halve vaste en een vaste. En zo ga je de hele mouw rond. En als je klaar bent met de mouwen, dan zie ik je weer terug. We zijn nu aangekomen op het einde van de mouw en dat ga je ook bij de andere mouw doen. En ik heb besloten om er nog een rand omheen te zetten. Dus alles wat je net gedaan hebt, om de mouw en om de panden of om het pand, ga je nog een rand. Je kan zeggen van nou, ik doe het met 1 rand en ik ga hem in elkaar zetten. Dan zie ik je straks bij het in elkaar zetten terug. Maar ik vind het mooi om, kijk, hiermee af te sluiten. Je gaat er nog 1 omhoog en je gaat weer overal een vaste opzetten. En omdat ik hier met 1 omhoog ben gegaan, zet ik even mijn marker hierin, zodat ik dadelijk weet, hier moet ik dadelijk stoppen. Ja, ik heb besloten om er nog een rand op te zetten, want ik wil het dadelijk met in elkaar haken, vind ik het denk ik toch mooier als er nog een rand om zit. Dus je hebt alles al met 1 rand vaste gedaan en dan ga je nu alles nog met 1 rand vast te maken. En ook wel in de hoeken weer 2 vaste in de hoeken, want anders gaat het krullen. Als het gaat krullen, dan moet je gewoon nog een vaste erbij zetten. Maar als je zo ziet, kijk hier, als je hier met mindere een vierkantje kreeg, heb ik wel een halve vaste erop gezet. Maar je krijgt hier zo'n mooie rand. En nu ben ik dus aan de tweede rand begonnen. Dus als ik alles nog een keer, dus 2 keer heb gedaan, dan gaan we de panden in elkaar zetten. En dan zie ik je weer terug. We zijn nu bij de laatste steek met vaste. We hebben nu overal 2 rijen vaste aangehaakt. Dus aan de panden, aan de mouwen. En we gaan nu sluiten. Je pakt dus die laatste steek op, je draad om en door 2. Die knip je af. En deze steek, ja, ik pak even mijn stopnaald. Die gaan we netjes afwerken. Want we gaan dadelijk de panden allemaal aan elkaar haken. Maar het is niet veel hoor, wat je moet doen. Je pakt weer, je maakt een opzetlus en dan steek je je haaknaald door en dan ga je de panden met de goede kant aan elkaar leggen. En dat betekent in dit geval ja, de mouw, zie je? En dan zie je hier de steken en die moet je dadelijk gaan we aan elkaar haken. Ik ga eerst even nog een paar speldjes erin zetten hoor. Gewoon om de mouw een beetje, dat je zeker weet dat je de vorm goed hebt, goed op elkaar leggen, zie je? En dan gaan we dadelijk haken. Even een paar speldjes erin. En ook aan de onderkant, hier, die hoeken goed op elkaar leggen. En een speldje erin. De goede kanten op elkaar. Kijk, je ziet ook wat de goede kant is, hè? Dat weet je. Dat kan je zien aan dat bij de vaste zijn het de bobbeltjes. En aan de goede kant heb je de veetjes. Hier heb je de veetjes. En je hebt overal mooie randjes aan gehaakt. Dus nu gaan we het aan elkaar haken. Je hebt dus, dit is dus de mouw, hè? Dat zie je zo wel. Dit de bovenkant van de mouw is. En we hebben de goede kant op elkaar gelegd. We hebben weer een lus in de haaknaald. En we gaan nu dus aan elkaar haken en dan pakken we dus een lusje, gewoon door twee lusjes en dan pakken we de andere lussen ook door twee en dan even kijken hoor, moeten we even de draad rechtsom houden, aan de achterkant houden en dan pak je je draad op. En dan nog een keer omslaan en door twee. En op zich haak je zo dus met twee lusjes elke keer één steek. Omslaan en omslaan door één. Met vaste haak je dus je panden aan elkaar. Je gaat meteen door twee lusjes en van de andere kant ook door twee lusjes. En je haalt je draad op en nog een keer en door twee. Het zijn eigenlijk gewoon met vaste, je steekt in, je haalt je draad op en je zet zo de mouwen aan elkaar en dat doe je tot het einde en dan heg je je draden netjes af. Dan komt het er zo uit te zien dat je echt hier die veetjes krijgt en dit zijn gewoon vaste, dus je pakt twee lusjes en de andere kant ook twee lusjes van de volgende steek, je draad omslaan, nog een keer omslaan en doorhalen en dan krijg je aan deze kant de binnenkant, of ja de goede kant, komt het er zo uit te zien en zo maak je de mouwen af. Je speelt het eerst aan elkaar en dan ga je vaste erop haken met twee lusjes en dan zie ik je terug, dan gaan we de mouwen erin zetten. We zijn nu op het einde van de mouw en we doen nog één vaste en dan kunnen we nu deze draad weer gaan afwerken. Je haalt je draad erdoor. Even een stopnaaldje zoeken. En je knipt je draad af. Ik laat nog even de goede kant zien. Eventjes de mouw omdraaien. En dan is dit de goede kant. Hier heb je de naden aan elkaar gezet en het valt mooi plat. En dit doe je bij de schoudernaden zo. En je doet dit bij de andere mouw. En dan zie ik je weer terug. Je hebt nu je mouw klaar. Die heb je in elkaar gehaakt. En je hebt de bovenkant aan elkaar gehaakt. Dan pak je de onderkant en de bovenkant van je mouw. En dan zet je daar bovenin een marker in. Dus in de bovenkant van je mouw. Hier zet je een marker in. Dan ga je spelden hier bovenop. En in het midden hier weer van die twee markers. Daar zet je een speld. En zo zet je je mouw erin. Natuurlijk wel zo. Dan ga je gewoon vastspelden. En dan ga je weer aan de verkeerde kant. Ga je weer je mouw in elkaar haken. Je speldt hem eerst helemaal netjes rond. Zodat hij goed zit. Desnoods pak je nog eerst eventjes een draadje, zodat je hem goed past. Maar hij moet gewoon hier passen. En dan gaan we weer hetzelfde doen als dat we de mouwen in elkaar gehaakt hebben. Gewoon met een draadje of met een stuk wol. Hetzelfde wol als je had. Ga je hem hier weer in elkaar haken zoals we de mouwen hebben gedaan. En dan zie ik je weer terug. We hebben nu de mouw erin ingezet en ik ben al verder gegaan met nog een aantal randen. Gewoon verder gegaan met, even goed in beeld houden. Even dit opzij. Kijk, je had natuurlijk al vasten gemaakt aan de randen en ik ben daar nog verder mee doorgegaan met vasten. En het enige waar je moet opletten is met vasten verder haken, dat je dus twee vasten in de hoeken pakt. Zie je dat je dan even daar een markertje neerzet van hier moet ik twee vasten in doen en dan weer de hoek om en zo ga je verder. Dan heb ik nog van bij Claire, die heb ik in het begin laten zien, een glitterrandje gemaakt. En dat werkt zo, het is gewoon vasten. Zie je, het zijn hier vasten. En in de vijfde vaste heb ik nog 3 lossen gemaakt. En dan in diezelfde steek weer een vaste en dan weer 5 vasten. En dan weer 3 lossen en dan weer in diezelfde steek. Heb ik weer vaste en dan 5 vaste en dan weer 3 losse. Dus zo heb ik het sierrandje gemaakt van het glittergaren. En dan ben ik nu nog bezig met nog een randje, want ja, ik heb eigenlijk nog best wel veel garen over van het glitter. Dus ik dacht, als ik nog een glitterrand maak, dan heb je een mooie afscheiding tussen je mossteek en je vaste. En dit is gewoon insteken, insteken, draad doorhalen en doortrekken. En dan krijg je nog een mooie rand. Maar dat ligt aan jezelf wat je wil. Ik heb ook ontdekt dat door deze openingen, dat hier ook dus een soort knoopje of een hartje, dat je die nog vast kan maken als knoop. Maar ja, dat is de afwerking hoe jij hem wil hebben. Je kan ook nog zakken erop maken, dat je dan zegt van nou, ik maak nog vierkante lapjes en ik ga er nog zakken op maken. Maar zo, ja, dit is de laatste afwerking voor het vest. Ik denk dat ik die hartjes er nog aan ga naaien, gewoon met een stopnaald. En die kunnen dan door die lusjes heen. Je kan ook knoopjes kopen. Maar ja, dat is de afwerking en dat is maar net of je dat wil. Kijk, zie je? Dan kan je dit als knoopje gebruiken. Dus ik vond dit wel eigenlijk heel handig. Nou, dit was weer Iedereen kan haken. Graag duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. En graag abonneren. Hieronder staat mijn foto. En dan zie ik je graag snel weer terug.